Sinds kort lopen de koeien van Koen en Marjolein van Rooyen uit het Groningse Overschild in een bevingsbestendigere lichtboxenstal. Ze zijn hiermee een van de eerste melkveehouders die hiervoor kiezen. Een van de maatregelen die is genomen is dat de mestkelder volledig is doorgetrokken. De NAM vergoedt de extra kosten ter waarde van 38.000 euro. Iedereen die bouwt, dan wil je daar gewoon verder geen zorgen meer van hebben. Dus je gaat zo bouwen dat je de minste problemen daarmee hebt en dan laat je de meerkosten door de NAM betalen. Ja, dat is natuurlijk wel logisch, want zij halen de gas uit de grond en zij hebben profijt ervan. Ja, en wij zakken en we hebben de beving, dus ja, dan moeten ze er ook maar oplossen. Is dat zo simpel gegaan? Nee, het is niet zo simpel, maar zo simpel hebben we het wel gesteld. Maar goed, dat kost enige moeite. En uiteindelijk, als je zelf gewoon eerlijk bent en gewoon met een eerlijk verhaal komt, dan gaan ze daar uiteindelijk ook wel in mee. We hebben hiervoor voor de schuur hebben we de technische ruimte en een kantoortje en waar de siloting staat. En normaal zet je dat op een losse plaat. Maar dan zou het met beving of trilling gaat dat uit elkaar. Dus daar hebben wij de ondergrond meegestort met de kelder. Dus de kelder gewoon doorgetrokken en daarop. Dus we hebben gewoon één groot geheel. Nou, daar zit het meeste geld in. En dan alle muren zijn gewoon wat zwaarder. De vloer helemaal onderin de kelder, die is dikker. De buitenwanden zijn dikker. En alles waar één bewapening in zit is dubbel geworden en waar niks zat is enkel geworden en gewoon zwaardere stekenden en in de spanten zitten wat verstevigingen. Ik boer hier samen met mijn vrouw en eigenlijk ja, de kinderen die helpen ook mee. Het is echt een gezinsbedrijf. We melken een dikke 170 koeien hebben aan de melk en we hebben ruim 100 hectare land in gebruik. Het schudt regelmatig, maar meestal ja, als er 's nachts is een lichtje op je bed dan merk je er toch niks van, of als je in de trekker zit dan merk je er ook niks van. Het is, aan de schades kunnen we het wel zien. We hebben wel gewoon veel schades rondom in de gebouwen, dus het is er wel degelijk. Of de stal daadwerkelijk bestand is tegen aardbevingen, is nog maar afwachten.